Ik ben Virginie Huis, coördinator transmurale samenwerking in AZ Groningen. We hebben meegewerkt aan het project Stroke Together, omdat we wilden inzetten op de ontwikkeling van een app voor patiënten die het ziekenhuis verlaten na een stroke. En daarnaast is de sterkte van het project dat er ook nagedacht werd over het businessplan, zodat na afloop van het project de app kan blijven onderhouden worden, dat wij ook kunnen blijven de app aanbieden aan onze patiënten. In de Stroke Together app vind je eigenlijk een schat van informatie. Dit niet alleen over wat is een beroerte, wat zijn de risicofactoren van een beroerte. Wat voor mij ook belangrijk is, dat ze bepaalde moeilijke onderwerpen aansnijden, zoals bijvoorbeeld mentaal welzijn. We werken samen met kennisinstellingen en zorgorganisaties om samen het meest recente informatie en advies te hebben met betrekking tot de follow-up van patiënten met beroerten. Binnen Stroke Together hebben wij de evidence-based informatie aangeleverd rond levensstijl en hebben wij ook de vragenlijsten opgesteld en geanalyseerd. Als mutualiteiten hebben we ondervonden hoe groot de meerwaarde is van met verschillende partijen samen te werken aan een project om tot die brede visie te komen. We vinden het ook belangrijk om informatie aan te bieden aan de patiënten na een ontslag uit het ziekenhuis. En het is ook daarom dat we informatie hebben toegevoegd over waar mensen recht op kunnen hebben. En we proberen ze ook zeer actief toe te leiden naar de juiste dienst. En op die manier wordt alle informatie eigenlijk op één plaats aangeboden die patiënten nodig hebben. Innovatie is belangrijk. Wij willen een verbeterde zorg voor de patiënt. Door de toegenomen data te kunnen integreren, kunnen we tot een kwalitatievere outcome komen. Innoveren in de gezondheidszorg heeft echt een grote impact op het leven van mensen. Innovatie is belangrijk omdat kleine ideeën vandaag de zorg van de toekomst kunnen veranderen.